Goedemorgen. Omdat het vandaag een bijzondere dag is, komt de dokter wat vroeger. Ja, maar... Erik, doe wat ik je zeg. Als jullie zo doorgaan, stuur ik jullie allemaal weg. Wilt u zich er niet mee bemoeien? Ze bemoeit zich er wel mee. Ten slotte staat u in onze slaapkamer. Dames, alstublieft. Erik, schiet op. Dokter Guigen. Dank u wel. Dit is de patiënt waarover ik sprak. Weet je nog vorige vakantie? Onze eerste nachtdienst. Dag, meneer Smit. Maar onze liefde staat toch al een jaar in de ijskast? Doe die koffer hier. Daar ben ik mee bezig. Ik heb de hele nacht pijn gehad. Waar? Mijn achterwerk. Oh, niets drukt meer op de ouderdom dan een rolstoel op je achterwerk. Ze moesten onze oude mensen maar niet meer laten zitten, maar laten hangen. Ach, wel nee. Die jas is in de was. Wat een rotzooi maken jullie. Kijk, zo'n boterham valt altijd met de jamkant op de grond. Ons treft een beter lot. Vakantie. Ik hoop maar dat ze daar een beetje meer te eten hebben dan hier. Ik heb nogal door honger. Krijg jij vanavond de helft van mijn puddingie? Waarom ligt de koffer op de grond? Daar ben ik mee bezig. Is een zwembad bij het vakantiehuis. Neem jij bikini mee? In ieder geval neem ik mijn bikini wel mee. En schiet u er nou eens op. Ja, want de bus gaat om 10:00. En die willen wij voor geen goud missen, hè? Ik hoor hier niet rustig dan. Ik wil naar huis. Het is goed, Bertie. Stap maar in.
Dankjewel, mijn jongen. Ga maar lekker zitten, hoor. Het wordt een mooie vakantie. Nou ja, hoezo? Omdat jij mooi bent. Ja, dat is zo. Wat is dat nou weer voor macho opmerking? Macho? Ik heet Erik. Ja, hij heet Erik. Ik begrijp je niet. We werken al een half jaar in hetzelfde ziekenhuis en ineens begin je zo opgewonden te doen. Ik voel het opeens zo. Ja, ik weet precies waar jij het voelt. Daar. Ja, hier. Maar ook daar. Puur geestelijk. Ja, hier. Dat ben je. Oh. Opstaan, plaats vergaan. Wij horen bij elkaar. Dat zal je maar gezegd worden. Waarom stuur jij Anneke? Goed zo. Niks zeggen. Dat is spannend. We hebben nog een week de tijd. Wat moet ik daar nou mee? Scheur de kleren van het lijf en neem maar tot je. Het is maar goed dat ik oud ben en jij je zo goed kan beheersen. Anders waren we lang naar huis toe gestuurd. Zuster Elisabeth. Ik bied me aan als vrijwilliger voor de eerste nachtdienst van vanavond. Nou, dat is geweldig, Erik. Samen met Anneke. Weet hij daarvan? Nog niet, maar dat regel ik. Zuster Elisabeth, zullen wij de nachtdienst morgen doen? Ik draai geen nachtdienst, Tony. Ik heb de leiding. Komen. Kom hier. Oh, daar zijn ze. Zwaaien, Bob. Ach, ach, wat ben ik blij dat ik geen invalide ben. Het lijkt me wel goed zo ook zo te zien. Blazen, Bob. Wie zei dat? Ach, gewoon zwaaien, dan kan je niks gebeuren. Bob. In die formulieren stond dat niet over psychisch gestoord, hè? Er is de hele familie die tremmer uit met bloemrozen. En dat is een zetten bij dat we lang zullen leven. Ja, daar speciaal. En toen wilde ik iedereen opeens... Dames en heren, heeft iedereen koffie? Zit u allemaal lekker? Everybody happy, zou ik wel in het Engels willen zeggen, ja? Dan wil ik u allen van harte welkom heten in het voor gehandicapten aangepaste huis, vakantiehuis wel, Boslust. Dank u wel. Hier aanwezig is mijn man Bob. En ik heet Wil. Wij zijn de komende week uw gastheer en gastvrouw. En hoe maken wij u iedere dag wakker? Thank you.
het echt vakantie. Geen twijfel mogelijk. Wil je geloven dat ik nou al treurig word bij het idee dat we volgende week weer terug moeten naar het verpleeghuis? Dat maakt een vakantie pas toch een vakantie. Als je weet dat het maar kort duurt en dat je van iedere seconde moet genieten. Zie ik er niet aantrekkelijk uit voor een vrouw? Absoluut niet. Ik hou nou eenmaal van grote, dikke mannen. Je kunt er voor een vrouw best aantrekkelijk uitzien, hoor. Ook voor Anneke. Jij kan bij elke vrouw wat bereiken als je het maar serieus aanpakt. Serieus lukt altijd. Serieus? Ga ik dat proberen. Ik hoop dat hij geen blauwtje loopt door ons advies. Onmogelijk. Ik ben trots op jullie. Maar er kan er maar één de beste zijn. En dat is Paolo Pietrosanti. Jouw opvoeding is nu mijn zaak. Beschouw je als mijn zoon, Paolo, zoon van Luca. Mag ik je voorstellen? Maria, uit Holland. Heb je iets in je ogen? Kijk serieus om indruk op je te maken. Ik had vannacht een droom. En in die droom wilde jij me met alle macht kussen. Ik heb ook zo'n droom gehad. Oh ja? Maar dan kwam jij niet hiervoor. Ah, stomme droom. Ik zie je liever in het echt. Je bent met je buik in een boterham. Geslagen. Die heb ik weggestuurd. Ik ben steeds bang dat Bob binnenkomt met zijn trompet. Maar die komt nog lang niet. Morgenochtend pas. Weet je dat jij me doet denken aan een jongen die ik in Italië heb gekend? Ik? Vooral als ik je zoon Anneke eens heb. Was die jongen dan ook verliefd? Ja. Op jou? Ja. Hoe heette die? Paolo. Hé, waar blijf je? Vertel me de volgende keer maar over je mooie Italiaan. Als je me belooft dat je dan wel luistert. Goed, maar droom er maar lekker over. Maar dat kost me geen enkele. De vakantie is bedoeld voor de patiënten. Die betalen ervoor. Jullie worden ervoor betaald. Erik, jij naar slaapkamer 1. Anneke, jij naar 2.
jongens. Ze slaapt zelfs in die groene jurk. Die jurk moet nog eens gewassen worden. Kom. Dan, kom, vrouwtje, dan trekken we een andere jurk aan. Hè? Kom. Ja, wie is hier nu eigenlijk de baas? Bent vissen. Je hebt zojuist wel de preek gemist. Die was hier ook te horen. Oh.
Mevrouw van Ooyen moet gehecht worden. Erik, jij brengt haar naar het ziekenhuis. Ik laat opbellen dat je er aankomt en neem iemand mee. Ik ga wel mee. Ik wil liever dat Anneke in mijn plaats meegaat. Ja. Wat heeft Anneke dat ik niet heb? Anneke is alleen maar een seksbom. Hey, doe niet zo lullig. Jij kan het weten, want jij bent met haar naar bed geweest. Wat heb jij ermee te maken? Dat weet je heus wel. Erik, Danielle. Neem me niet kwalijk, mevrouw van Ooyen. Oh, wat een leuk jasje. Kom nou, schiet eens op. Au, au, au. Dat doe je met opzet, klier. Nee, niet zo aan. Stel me niet aan. Nou, hou nou eens op met janken. Ik huil wanneer ik wil. Kijk nou eens wat je doet. Ja, nou hoeft het niet meer. Per ongeluk. Zal ik jou per ongeluk een bloedneus slaan? Houden jullie nou eens op? Ik ben er ook nog. Kijk eens aan. Het gaat niet om haar. Het gaat om mevrouw van Ooyen. Oh, gaat het weer niet om mij? Nee, het gaat om mevrouw van Ooyen. Ach, hier. Komt u maar even met mij mee. Ze houdt van me. Ze houdt niet van me. Ze houdt van me. Ze houdt niet van me. Ze houdt van me. Ben jij verliefd? Ik weet het niet. Ze houdt van me. Het is een vermoeiende bezigheid. Bedtijd. Zullen we straks iets leuks gaan doen? Ze houdt van me. Anneke, breng jij Maria naar bed? Ze houdt van me. Ze houdt van me. Ze houdt niet van me. Ze houdt van me. Ze houdt niet van me. Niet aankomen. Niet roken. Zo, wacht hier maar even. Zeg, wat brengt jullie eigenlijk in deze omgeving? Vakantie. Vakantie? Leuke vakantie, zeg. Zou ik niet eens goed maken? Wat zeg je? Zou je niet eens goed maken? Sorry. Ik ben blij dat je toegeeft dat je fout zat. Ik geef helemaal niet toe dat ik fout zit. Sst. Dat is maar een grapje. Hou eens lekker vast.
Bloedende neus nog? Nee. Kerstmis, zoals de vorige vakantie. Dan kan het je heel moeilijk maken, hoor. Je chanteert me. Ja, en terecht. Daar doe ik niet aan mee. Ik doe alsof mijn neus bloedt. Goed. Je hebt erom gevraagd. Hey. Daniel, laat me alles vergeten. Daniel, stop nou. Hé, hey, kom nou. Daniel. Ga weg, hou me los. Hé. Hey. Dan probeer je me nog te verkrachten ook. Oh. Ik verkracht je tot je scheel ziet. Ja. Alles komt in orde, mevrouw Van Ooyen. Laten we het daar dan maar op houden. Rotzak. Ik was vroeger stapelverliefd op Paolo. Net zo'n jongen als Erik. Hoe oud was je toen? 20. Dit sta ik niet toe. Je bent jaloers. Maria heeft gelijk. Af. Paolo is geen hond die je zomaar kan afblaffen. Nee, het is een groot kind. Net als jij. En kinderen moet je opvoeden. Muziek!
Paolo. Nee, dat heb ik aan Erik beloofd. Wat heb je toch met Erik? Niet zo achterdochtig. Ik ben toch te oud om een rivale te zijn? Waarom liggen jullie niet in bed? Iedereen probeert me hier gek te krijgen, geloof ik. Ik verwacht volwassen mensen met een beetje verantwoordelijkheidsbesef. Zit jij niet zo te lachen, Maria? Je bent de oudste van het stel, maar je gedraagt je als een puber. Beppie naar bed. Erik? We gaan Danielle zoeken. Nu. Dan wil ik mee. Geen sprake van. Dit is het laatste café. Als ze hier niet is, dan gaan we terug. Wat drinken? Jean, 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 I love you so. Jean, Jean, you make me rock and roll. Jean, Jean, you break my heart in two. Dat is niet waar. Wel waar. Leugenaar. Het mens is getikt. Ik ben Bogus, leider van het jailhouse team. Ik ben Erik, verpleger. Nee, jij bent Erik de verkrachter. Het zal me worst wezen hoe jij me noemt. Zo. Dus jij hebt geprobeerd haar te verkrachten. Als je dat zo goed weet, waarom vraag je dan? Zo, dat probleem is opgelost. Heb ik jou het gevraagd? Nee, zo slim ben je niet. Niet stoken, Maria. Luister, Bogus. Nee, jij moet luisteren. Ik ben beledigd hier in de jailhouse. Beledigd door zo'n oud wijf in een rolstoel. Liever een oud mens in een invalide wagen dan een mislukte cowboy op een bromfiets. Mijn motor is geen bromfiets. Hé, hey, dus een kinderachtig, joh. Wie van ons twee kinderachtig is, dat vechten we samen uit. De jailhouse test. Vrienden, een ogenblikje. Jij, kom. Ja, kom, 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 kom. Spelen, de internationale. Ja, kom, kom, kom. Ik wist het wel. Wij hebben een socialist in ons midden. Want de goede fascist zal nooit tot de nimmer.
De internationale spelen. Heb ik gelijk of niet? Nee. Jij beweert dus dat ik lieg! Audi! Oh. Drinken. Geef je toe dat je een socialist bent? Drinken! Ik ga die man helpen. Als jij die man gaat helpen, dan pakken ze jou ook. Kijk dan, iedereen staat te lachen. En bekend, meneer de violist, dat ik gelijk heb! Jullie zien het! De vijand loert overal. Jullie kennen dit spel niet, hè? Maar wie het eerst de touw loslaat, ja, die heeft... Hè, die heeft verloren. Wat is het eigenlijk, die jailhouse test? Zullen we nog een keer? Elisabeth, ik weet dat je van God bent, maar ik wil namens hem het liefde met jou doen. Zuster Elisabeth, I love you. Tony, idioot, verdwijn. Ik wil met je alleen zijn. Ik wil je over Paolo vertellen.
Ja, heb je me tweemaal beloofd? Is dat een uitnodiging om te gaan stappen? Ja. Leek het u niet geweldig om dolfijnentemmer te zijn? Jongen, dame, het maakt me dolfijn. Thank you.
Doorlopen, idioot! Luca! Rustig maar, rustig. Herken je me nog? Ik ben Luca en dat is Fabi. Wat een lief meisje. Vertel eens. Hoe kwam het dat je gisteravond onder het bloed zat? Bij mij ben je veilig. Je kunt mij alles vertellen. Iemand probeerde me... te ontieren? Ja. Maar hoe kwam dat bloed op je kleren? De man lag op me en ik heb hem in zijn rug gestoken. Dood, denk ik. Godzijdank, mijn kind. Ik ben trots op je. Ik zal je beschermen alsof je mijn dochter bent. Fabi, laat een stevig ontbijt klaarmaken. Snel. Anneke. Hadden jullie niet even kunnen zeggen dat jullie hier zaten? Iedereen loopt jullie te zoeken. Gaan jullie mee? Wij komen straks. Dat zal zuster Elisabeth leuk vinden. Niemand hoeft over ons in te zitten. Anneke, blijf je ook hier? Wat jullie met elkaar hebben, daar begrijp ik helemaal niks van. Maar één ding weet ik zeker, jullie zijn echt strontvervelend. Erik, je bent met mij uit. Ze houdt niet meer van me. Want die zijn voor goede mannen.
dat je steeds blijven dieren. Ober, deze jonge man heeft erg gedorst. Wat je nu doet, dat doen alleen geestelijk gestoorden. En verliefde mensen. Doe maar alsof ik er niet ben. Ga maar slapen. Zo ben ik gelukkig. Tony? Ja, zuster Elisabeth. Kom eens tevoorschijn. Alles wat je zegt, zuster Elisabeth. Kom eens bij me. Je bent in de war, hè? Verliefd op jou. In de war. Als je dit zo vraagt, maar het zit overal te wijzen. Dan knip ik hem op en dan doe ik alle tussenstukjes. Als hij open zou stel het. Ah, dat is die al. Deze vrouw heeft wel zo'n probleem gesproken. Kom daar nog u. Te verkrijgen? Alsjeblieft. Praat niet als je je mond nog vol hebt. Ik word er onpasselijk van. Nou, als niemand het zegt, zal ik het maar doen. Maria, mijn complimenten. Als gastvrouw heb je een uitstekende maaltijd gerealiseerd. Daar kan ik me volledig bij aansluiten. De politieke kracht van de vrouw is gastvrouw te zijn van de man. Daarom schrijf ik voor jou, Hollandse Maria, de essentie van mannelijke macht. Als de echte mannelijkheid nu boven komt... Fabi, zwijg. Hardop voorlezen. Kus mijn kloten, zei de koning, want ze smaken o zo zoet naar honing. De knecht was heel blij, want hij kon er op zijn knieën bij. Hahaha.
Ik vind het ongepast om Maria zo te vernederen. Zwijg, Paolo. Voordat je Maria als een heer gaat beschermen, wil ik eerst afwachten of ze zelf een antwoord weet. Maria, als je mij nog lief hebt, dan loop je nu niet weg. Nee, Luca, dat doet me niets meer. Alleen als Paolo wil dat ik blijf, dan doe ik dat. Ik vind dat Maria moet doen wat haar goed doet. Haha, ik heb nog een hele mooie voor Paolo. Kus mijn lippen, zei de koningin. Want er zit honing tussenin. Ik duld in dit huis geen ruzie om een vrouw. Nee, niet op de mannen. Even drinken. Luca staat ook vaak onder de blauwe plekken. Wil je niet zo bewegen? Ik zeg, weg met het socialisme. Waarom? Socialisme is, roept klassenstrijd op. Ik zeg, zitten Fabi. Ik zeg, weg met het liberalisme. Waarom? Liberalisme is eigen belang. Snap je wat ik zeg, Maria? Wat je zegt, dat begrijp ik wel. Maar wat je doet, dat begrijp ik niet. Wat begrijp je niet, Maria? Waarom sla je iedereen in elkaar die het met je oneens is? Jij met je ploeg zwarthemden. Als je het allemaal zo goed weet, waarom organiseer je dan die knokploegen? Omdat wij gelijk hebben. Daarom die knokploegen. Als je echt gelijk hebt, moet je met woorden kunnen overtuigen. Dat, Maria. Met woorden overtuigen, dat is zelfs de Zoon van God hier op aarde niet gelukt. Maar met geweld is het nog nooit iemand gelukt en zal het ook nooit iemand lukken. Wat wij doen met die knokploegen, moet je meer zien als een stevige sport.
Laat me niet lachen. Je houdt jezelf voor de gek. Mensen in elkaar slaan en tegenstanders voor de grap wonderolie laten drinken, dat is geen sport, dat is zwakte. Je maakt je ondergeschikt aan een beweging en je levert je hele persoonlijkheid in. Wat er van jou overblijft, is een machine die alleen maar kan slaan zonder na te denken. Mij zul je niet aftuigen, zoals je je zogenaamde leerlingen afstraft. Ik ben trots op je, Maria. Jij toont meer karakter dan menig man. Voor jou doe ik alles. En er valt voor mij niets anders te doen dan je te bewijzen dat ik gelijk heb. Dat het fascisme de enige juiste weg is. Toen ben je natuurlijk meteen vertrokken. Nee, de beslissing om te vertrekken lijkt nu gemakkelijk. Maar het was nog voor Mussolini aan de macht kwam. Onzin, je zag toch meteen dat Luca een idioot was? Nou, waarom ben je toen niet weggegaan? Paolo. Oh ja. Ja, trek nou maar door. Waar is Paolo? Paolo levert strijd voor Italië. Hij heeft zich bij het leger gevoegd. Ban en Marentijd uit zijn gedachten. Waarom is hij niet gekomen om afscheid van me te nemen? Verliefde mensen kunnen geen afscheid nemen. Vrouwen zouden een knop moeten hebben waarmee je hun emoties kunt stopzetten. Waarom zitten wij eigenlijk niet in het leger? Ik bepaal hier de strategie. Jammer is dat. Hou je kop, Fabi. Wat heb ik in hemelsnaam aan twee van zulke huisgenoten? Maria is een jankert en jij praat als een kip zonder kop. Het geweld fascineert een fascist. Ik begrijp je nog steeds niet. Dat moet je meegemaakt hebben. Zie je die lampen? Ja? Haal ze eruit. Ja, maar dat doe ik niet. Ik bedoel, dat is fout. Fout, ja. Maar zo'n actie heeft een op zichzelf staande bekoring. Als je hem uitvoert. Zo'n actie fascineert. Net zoals geweld het doet bij een fascist. Nou ja. Ik snap niet wat er leuk aan is om die lampen uit de etalage te stelen. Het wordt pas leuk als je het doet. Vanaf het moment dat je die etalageruit ingooit, wordt het spannend als een sportwedstrijd. Maria, wat ben je nou aan het doen? Ik probeer je wat te leren. En vergeet het maar. Laten we gaan. Maria! Niet
Dat is Anneke. Ik weet het zeker. Ze mist me. Het is Anneke. Anneke! Anneke! Als ik op me zoeken midden in de nacht, dat is pas echt een liefde. Anneke! Anneke! Wat doe je nou? Hé, dat is gevaarlijk met die lampen. Hé, Anneke! Daar heb ik je gemist. Wat doe je nou toch ook stom? Waar zit je eigenlijk? Maria. Ik was bang dat je me kwijt was, hè? Heel fijn, vind je dat? Ja, hoor. Leuk dat je er was. Tot ziens. Paolo, tot ziens. Wat een fantastische dag. Dank maak er net zo'n feest van Absoluut, je leven. Absoluut, doe je. Maria. Paolo, van harte. Heel veel geluk gewenst. Dank je. En ik hoop jullie heel gauw weer om te zien. Vast. Daar is het gaaf. Paolo. Tot ziens. Fijn dat jullie er waren. Gefeliciteerd. Het was een grandioos feest. Gefeliciteerd. Alles naar je wens? Ja, alles. Beter vreemd. Zeker. Oh, Maria. Het was een grandioos feest. Morgenochtend voeg je bij het gezelschap van Mussolini. Daar krijg je nieuwe instructies. Je loopt nu meteen met de chauffeur mee. Je verkleed je in de auto. Duidelijk? Ik wil afscheid nemen van mijn vrouw. Nog één sentimentaliteit en ik breek je botten. Controleren of hij zijn opdracht uitvoert. We hebben hier rustig staan. Waar moet je me heen brengen? Ik heb strikte orders, meneer. Ik mag niks zeggen. Wat is jouw opdracht? Waar moet je me heen brengen? Milaan. Pse. Milaan. Hoe lang is dat rijden? 4 uur. Hoeveel tijd hebben we nog? 6,5 uur. Zoveelste keer dat je tussen mij en Paolo komt. Je zal je erbij moeten neerleggen, Maria. Ik vergeef het je nooit, Luca. Je bent de grootste bruut die ik ken. Ik zal ervoor zorgen dat jij Paolo nooit krijgt. Als ik u was, dan zou ik nou besluiten door te rijden. Heb ik jou wat gevraagd? Hè? Thank you.
Je bent teruggekomen? Luca heeft me net... Ik heb 2 uur om afscheid van je te nemen. Nooit geen afscheid meer van elkaar. Ik ben bang. Ik hou van je. Ik hou van jou. Een glimlach op je gezicht.
de tijd weer voorbij gegaan. Het is voorbij gegaan. Open, open, ik ben je kwijt. Kijk me nog eens aan, kijk me nog eens aan. Geef me de kracht om weg te gaan. Geef me de macht om er van door te gaan. Samen met jou naar een plek, een plaats. Van de herinnering. Donker, ik zie je staan. Kijk me nog eens aan, kijk me nog eens aan. Een glimlach betovert je gezicht. Hou mijn ogen dicht, heel krampachtig dicht. Gegaan. Ogen open, ik ben je kwijt. Kijk me nog eens aan, kijk me nog eens aan, de herinnering.